Iedereen welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Het moment waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Een heel bijzonder moment vandaag. We gaan vandaag de opening doen van de Guldengade. Echt een mijlpaal binnen de geschiedenis hier van de Valuwe, van de revitalisering. Een lang project, waar veel in is gebeurd. 15 jaar lang zijn we daarmee bezig geweest. En zelf denk ik altijd, als ik hier in de wijk wandel, oprecht, wat is het nog mooi geworden. Ik maak vaak een rondje door Kuik. Ga ik s'avonds wandelen en dan loop ik toch nog een stuk dwars door de wijk heen. En ben ik eigenlijk al verbaasd hoe het is geworden. Zowel hoe mooi, maar ook onherkenbaar. Er zijn stukken die ik van vroeger uit redelijk goed ken. Ja, bijna totaal onderbelicht geworden. De Valuwe is nu echt een van de mooiste wijken van de gemeente Land van Kuik. En nu de entreeweg, de Guldengade, klaar is, is daarmee eigenlijk het project van de revitalisering afgerond. Nou, ik kan me voorstellen, ik heb de mensen net nog bezig gezien aan het werk, dat mensen vragen, is het nu dan allemaal klaar? Nou, nog niet helemaal. Vooral wat er nog moet gebeuren, er moet nog wat groen aangeplant worden. Een haag, wat bloembollen moeten nog geplant worden, dus ik denk dat dat van het voorjaar heel mooi eruit gaat zien. Maar ook nog wat vakken met struiken. Dat gaan we niet nu doen, maar dat doen we in het plantseizoen. En dat is een beetje de periode december tot maart. En als de Guldengade dan straks helemaal klaar is, dan is het helemaal klimaatoptief en duurzaam ingericht. En daar mogen we denk ik allemaal heel tevreden en trots op zijn. Nou, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, daar zijn we begin maart mee gestart, hebben we heel wat regen gehad. En desondanks is toch het werk een maand eerder dan dat we hadden verwacht afgerond. De laatste woorden graag gedaan. Hartstikke leuk dat u daar ook voor applaudisseert en dat compliment kunnen we maken naar de aannemer. Naar John Roefs, naar Steve, naar Michael, naar Richard, naar de stratenmakers, maar ook de mensen die alle ondergrondse rioleringen hebben gelegd. Die zitten inmiddels alweer op een andere klus, maar ook zij hebben het eigenlijk mogelijk gemaakt dat we ondanks die slechte weersomstandigheden, maar in de afgelopen tijd ook wel hele warme omstandigheden, hier vandaag met elkaar toch die Guldengade kunnen gaan openen. En daar wil ik hem nog hartelijk voor danken. Ja, en het is ook te danken aan jullie dat het allemaal zo vlot heeft gelopen. Want waar maak je tegenwoordig nog mee dat je koffie, thee, worstenbroodjes, sausijsjes, koekjes, fris en zelfs met het warme weer zelfs ijs allemaal aangeboden krijgt. Bijna elke dag werden de mensen in de watten gelegd. En ja, dat maakt het ook wel heel fijn werken. En dat zien we niet altijd. Dus ja, ook een compliment naar u als buurt, als bewoners hier in de Guldengade, dat wij hier zo fijn aan kunnen werken. Dat wordt zeer gewaardeerd. En als laatste wil ik mijn collega's Anneke en Jeroen bedanken. Zij hebben in het voortraject het contact gehad met u als bewoners om alles af te stemmen. Vooral het afkoppelen van de dakoppervlakken, ja, dat behelst toch wel wat werk. U was in eerste instantie natuurlijk helemaal niet op de hoogte wat er allemaal ging gebeuren. En eigenlijk tijdens de informatieavonden en tijdens de gesprekken die er zijn, hebben we het u proberen uit te leggen. En, nou, met als resultaat dat inderdaad 95% van de bewoners hun huis hebben afgekoppeld. En dat is ook een meer dan bovengemiddeld resultaat. Ook dat, kan ik zeggen, wordt niet bij alle projecten bereikt. En daar ben ik ook heel erg trots op dat u dat mede mogelijk heeft gemaakt. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we de openingshandeling maar hier ter plekke doen. We gaan de hekken op de middenglijder neerzetten. Op dat moment is het mogelijk dat het verkeer weer hier door kan rijden. Ik stel voor dat we de eerste auto die dat werk doet begeleiden van een applaus. En dan is hij daarmee officieel geopend. Dank jullie wel. Auto toch door heeft.
Ja.